er zijn fases in mijn leven geweest dat ik een stevige drinker was. Ja. Maar nou, feestjes, maar ik heb niks met feestjes. Dat is ook al zoiets. Je weet, feestjes, de allermeest fantastische feestjes zijn altijd feestjes waar je zelf niet bij bent geweest. Want dan zeggen mensen, oh, een leuk feest gaat, joh. Terwijl dan denk je, hebben ze zeker weer, je weet hoe het bij feestjes gaat. Dat meestal is het dan alleen gezellig in de keuken. En daar staat een kratje lauwe pils. En dat is dan eigenlijk het feestje. Dat je denkt. Want je weet ook hoe het met drinken is. Ik weet niet. We hebben al heel, heel lang geleden afspraak gemaakt. Dat even als we met z'n tweeën gaan. Tegenwoordig ook sowieso gaan we nooit meer naar feestjes. Maar toen we dat dan nog deden. Of verjaarspartijtjes en zo. Een van de twee zou rijden. En goed, dat was als jij de vorige keer was. Dan nu weer. Altijd hetzelfde liedje. Er was een die niet ging drinken. En die hebben altijd, nou echt 10:30 is wel ze de uiterste termijn. Ze joh, laten we nou gaan. Er is niks aan. Degene die heeft gedronken. Nee joh, het is gezellig. Die staat er in die keuken tegen de achterdeur geleund. En staat zo'n heerlijk glas lauwe pils naar binnen te werken. Goedkoopste pils die ze krijgen kunnen. Het is altijd hetzelfde liedje. Dan krijg je dus die, tussen die twee, dus de weldrinker en de niet-drinker. En de volgende keer is het precies omgekeerd. Zegt dus, nou. Ja. Maar je hebt geen last van bij feestjes van, als je niet gaat, van FOMO? Nee, ik ken het verschijnsel. Fear of missing out is dat toch? Ja. Ja, maar daar moet je goed over nadenken. En dan besef je dus dat dat enorm leuke feestje laatst bij Pietje Puk... dat dat net zo'n feestje was als dat feestje waar je eigenlijk zo snel mogelijk weer weg wou. Het is vaak zonde van je tijd, joh. Het probleem is dat als je eenmaal wat gedronken hebt, dat je altijd de neiging hebt om te blijven hangen. Joh, neem er nog één, doe niet zo kinderachtig, kom op. Je hoeft niet zelf te rijden, we maken het uit. Ja, tenslotte ben je zo melig dat je alle verhalen twee keer hebt verteld. En iedereen staat hysterisch te lachen, dat je denkt, oh, het is wat, maar het is niks. Het grootste nadeel van feestjes vind ik, zeker ook van verjaarspartijtjes, dan komen er een aantal mensen, allemaal mensen waarmee je best eens even een gesprekje zou willen hebben. Maar ja, als je het zelf hebt georganiseerd, ren je voortdurend rond, want dan moet je ook nog hapjes hebben, weet ik allemaal voor flauwekul. Ben ik ook enorm tegen hapjes, eet thuis maar, zou ik zeggen. En met als gevolg dat je al die mensen die je graag eens even had willen spreken, die kun je niet eens spreken, want... Die stommelen na enige tijd ze dronken of half dronken weg. En dan heb je ze wel van, hoe gaat het? Nou, het gaat prima, maar je hebt geen gesprek gevoerd. Dus ik vind dat allemaal niks. Nee. Het feestje is een van de meest overschatte dingen die er zijn. Ik kan me best voorstellen als je wat op hebt. Ik ben volkomen tolerant ten aanzien van die Finse premier. Groot gelijk had ze, maar ja, je begrijpt... drukkende verantwoordelijkheid van een NATO-lidmaatschap wat aangevraagd is. Ik begrijp best dat ze een beetje wild wil bewegen. Ze is 35. Ja, 36. Ja, maar ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Dus feestjes, nee, maar dat is natuurlijk ook mijn leeftijd. Dat je tenslotte, geloof je het wel, met de feestjes. Ja. Ja, je komt nu vaak op koffietafels, denk ik. Ik kom ook nooit op koffietafels. Nee? Nee, ja, maar als ik ergens kom, moet ik spreken meestal. Nee, maar omdat natuurlijk mensen... Ze vragen ook altijd of je blijft eten. Dus als jij zo'n om 8 uur dus van, wilt u met ons samen dineren? Nee, dat wil ik absoluut niet. Ik kom binnen een half uurtje van tevoren en dan geef iedereen een hand en dan spreek ik. Ja.